Janneke Ensing uit Gieten rijdt volgend jaar voor het Italiaanse team van Mario Cipollini. Ensing ontving een mailtje van wereldtopper en supersprinter Chloe Hosking met de vraag of de Drentse volgend seizoen voor de Italianen zou willen rijden. En dat was een mooie verrassing. Ik las het 's ochtends vroeg, want zij stuurde het laat in de avond en toen sliep ik al. En ik zag het en ik dacht, nee, dit kan niet kloppen. En ik heb het team altijd al een beetje in mijn achterhoofd gehouden. Ik vind het gewoon een hartstikke mooi team. Ziet er gewoon goed uit, professioneel, mooi materiaal. Ja, en ik hou ook zeker van de kleurtjes wat ze gebruiken. Het valt gewoon heel erg op. En toen las ik dat. Ik denk, En dan ook nog Chloe die je benadert. Ja, dat is wel super gaaf. Toen dacht ik gelijk doen. Maar ja, dan moet je toch wel eventjes alles op een rijtje zetten. En kijken of het inderdaad de juiste keuze is. Want ik had nog andere aanbiedingen. Dus dan moet je toch even alles op een rijtje zetten. Ensing gaat dus rijden voor het team van Mario Cipollini. Maar ze heeft de voormalig supersprinter nog niet ontmoet. Nee, helaas nog niet. Hij was op dat moment niet in Verona, waar ik was vorige week. Maar volgens mij is hij wel bij de ploegenpresentatie. Dus dat is wel leuk om dan hem te ontmoeten, ja. Ensing is natuurlijk ook bekend van het schaatsen. Maar het wielrennen krijgt de voorrang. Tenzij er een Elfstedentocht wordt verreden. Dat is zo'n uniek moment. En ik neem aan dat mijn Italiaanse ploeg dat... Ik weet niet of ze er heel veel van af weten natuurlijk, maar dat ga ik ze wel vertellen. En ik neem aan dat het geen probleem is. Ja, die staat zeker wel hoog aan mijn lijstje. En daar ben ik ook fit genoeg dan op dat moment voor natuurlijk, als ik heel veel fietsuren maak. Dus daar ga ik zeker voor, ja. De rol van Ensing zal bij de Italianen wel een andere worden dan dat ze nu gewend is. De afgelopen 2 jaar bij het Parkhotel was ik toch min of meer kopvrouw. Komend jaar zou ik ook wel kopvrouw zijn in de wedstrijden wat mij het meeste ligt. Vooral met name mijn klimmen. Maar ik zou ook gaan knechten voor Chloe. En dat is toch wel een hele mooie rol. En daar kan ik zeker van genieten. Dus het is gewoon heel veel nieuwe dingen denk ik, die op me afkomen. En ook wat wedstrijden waar ik nog nooit aan de start heb gestaan. En ik denk dat ik daar heel veel van kan leren. En ik ben natuurlijk op een leeftijd. En die kans krijg ik niet zomaar nog een keer. Afgelopen jaren bij Parkhotel heb ik het echt reuze naar mijn zin gehad. Het was als ik een leuk team, maar nu krijg ik zo'n kans. En die wil ik gewoon met beide handen aangrijpen. Dus zullen zien. Je hebt er zin in, hè? Ja, ik heb er zeker heel veel zin in. Ja, zeker, ja.